geladenheid bij de start van tweevoudig ex-tourwinnaar Laurent Fignon. Betwijfeld op zoek naar zichzelf. Enkele dagen geleden is uitgelekt dat hij betrapt werd op doping in de grote prijs van Wallonië. Tegen beter weten in houdt Fignon zijn onschuld staande. Hier wil hij sportief eerherstel afdwingen. De omstandigheden zitten niet mee. De grillige wind, die soms wat feller opsteekt en dan weer gaat liggen, en die bijvoorbeeld de Tsjechische tijdritspecialist Djurko genadig was, zit Fignon dwars. De stress van de voorbije dagen heeft hem misschien ook wat ondermijnd. Fignon blijft hoe dan ook vruchteloos proberen zijn niveau van 1984 terug te vinden. Hij zal hier stranden als 72ste in deze proloogtijdrit op 30 seconden van de winnaar. De geladenheid wordt gelatenheid. Didi Toural, de publiekumslieveling en kanshebber na zijn sterke prestaties tegen het uurwerk in de Giro en de Ronde van Zwitserland. 10 jaar geleden pakte Toural de gele trui en droeg hem gedurende 15 dagen. De West-Duitser mag dan al herboren zijn. Het sprookje gaat dit keer niet door. Toural wordt 6e op 8 seconden. Volgend jaar stapt Toural, die nu voor de Belgische ploeg van Roger Swerts rijdt, over naar het team van Peter Post. Hij beleeft een tweede jeugd. Een voortreffelijke uitslag, maar dus helemaal geen zegen voor Didi Toural. Sean Kelly dan. Op een keerpunt misschien in zijn loopbaan. In de klassiekers heeft hij zijn alleenheerschappij dit jaar moeten prijsgeven. In een uiterst zware Ronde van Spanje was hij goed op weg naar de eindzege toen een steenpuist hem tot opgave dwong. Kelly lijkt de naweeën daarvan nog niet te boven. Maar het feit dat hij, in tegenstelling tot andere jaren, zijn activiteit noodgedwongen heeft moeten beperken, kan hem in de longrun voordelig zijn. Intussen is Jelle Nijdam daar van start gegaan. Kelly komt dit jaar eindelijk eens met reserves aan de start van de Tour. En daar is Jelle Nijdam. Al 3 keer proloogwinnaar dit jaar in de Ronde van Douai, in de Ronde van Zweden, in de Vierdaagse van Duinkerke. Nijdam is de zoon van ex-wereldkampioen achtervolging uit de jaren 60, Henk Nijdam. Hij behaalde dit jaar al 8 overwinningen. En met een gemiddelde van 51,453 per uur rijdt hij naar de beste tijd. 7 minuten en 6 seconden. Steven Rhodes dan, groot favoriet voor de eindzege in de ronde. Geliefd bij het publiek ook, zeer sterk vertrokken, tegen de wind in. Dit is het keerpunt, na 3 kilometer 100. En dan met de wind in de rug naar de finish toe. De tijd van Nijdam blijft nog overeind, 7.06. Kan Rhodes hem verbeteren? Nee, het zit er niet in. Hij strandt op de 3e plaats. Nijdam is dus winnaar. De Pool Piasecki 2e op 3 seconden. Rhodes 3e op 7 seconden. 4e Bontempi zelfde tijd. En 5e Djurko op 8 seconden. Daar kan ik nog aan toevoegen dat Didi Toural 6e werd. Jean-François Bernard 7e. De Spanjaard Indurain 8e. Thierry Marie 9e. En de Pool Lang 10e. De beste Belg was Marc Sergeant op de 28e plaats. Dan krijgen we Patrick Verschuren op de 34e plaats en Claude Criquelion op de 50e plaats. Op de Open Engelse Tenniskampioenschappen op Wimbledon is de achterstand op het toernooischema weggewerkt. Dat betekent dat men er vandaag aan de kwartfinales begon. We gaan even kijken hoe de winnaars van Roland Garros, Ivan Lendl en Steffi Graf, verging. Ivan Lendl moest het opnemen tegen de Fransman Henri Lecomte hier onderaan op uw scherm. Beide spelers werden dit jaar al eens geopereerd, Lendl aan de knie, Lecomte in de rug. Maar daar hebben ze duidelijk geen last meer van. Lendl in de eerste set in tiebreak. Lendl die in de eerste toernooiweek wat moeizaam op gang kwam. Hij had onder andere 5 sets en heel wat moeite nodig tegen Kane.
Maar nu staat hij waar hij moet staan. Lendl wint de tweede set met 6-3. Lecomte speelde gisteren een erg goede partij tegen Gomez, maar kan dat niveau vandaag slechts bij momenten evenaren. Al waren er dan wel mooie momenten. Lecomte staat inderdaad bekend als een nogal wisselvallige speler. Iemand die het van zijn sterke service moet hebben, maar ook iemand die vaak wat onbesuisd wil scoren. En zoiets trapt een man als Lendl onverbiddelijk af. Net als in de eerste set winnen beide spelers in de derde telkens een opslagspel en krijgen we dus een tiebreak. Lecomte kan nog wel een eerste match voor redden, maar bij een 7-6 stand in die tiebreak mag Lendl er een tweede gaan serveren. Lendl wint tegen Lecomte met 7-6, 6-3 en 7-6. In de halve finale komt Ivan Lendl uit tegen Stefan Edberg, die zijn landgenoot Anders Gerrit in 4 sets uitschakelde. Bij de vrouwen speelde Steffi Graf tegen Gabriela Sabatini. U weet nog wel de twee meisjes die er op Roland Garros zo'n mooie, zo'n spannende halve finale van maakten. Toen kwam Sabatini erg dicht bij matchwinst en ook nu begon de 17-jarige Argentijnse uitstekend. Ze won de eerste set met 6-4. Het was meteen de eerste set die Graf in dit toernooi verloor, maar het blijft voorlopig ook de enige. Graf won de tweede en derde set telkens met 6-1. In de halve finale speelt Graf tegen Pam Shriver, die verrassend Helena Suková uitschakelde. In de andere halve finale ontmoeten Navratilova en Evert elkaar nog maar eens. De Zweed Patrick Sjöberg heeft gisteren het wereldrecord hoogspringen verbeterd. Tijdens het atletiekgala in Stockholm ging hij over 2 meter en 42 centimeter. U ziet Sjöberg bij zijn derde en laatste poging op die hoogte. Hij was telkens bij zijn eerste poging over 2,24 meter, 2,32 meter en 2,35 meter gegaan. Bij zijn eerste twee pogingen op 2,42 meter miste hij van een haartje. En bij de derde poging sneuvelde het wereldrecord dat de Rus Igor Paklin in 1985 in het Japanse Kobe vestigde met 2,41 meter. Dat de 22-jarige en 1,99 meter lange Patrick Sjöberg het wereldrecord binnen zijn bereik had, was geen geheim. Als 18-jarige sprong hij al 2,33 meter. Op de Olympische Spelen in Los Angeles werd hij tweede en sinds 1 februari van dit jaar was hij in het bezit van het wereldrecord in zaal met 2,41 meter. Vorig weekend nog sprong hij ter gelegenheid van de Europese bekerwedstrijd voor B-landen in Göteborg over 2,39 meter. Daarmee was hij op dat moment de derde springer aller tijden. Sjöberg, de eerste Zweedse wereldrecordhouder sinds Anders Gerderud in 76 3000 meter stiepel in 8 minuten en 8 seconden liep, is meteen ook de grote favoriet voor de gouden medaille op de wereldkampioenschappen in Rome later dit jaar. En tot slot herhaal ik nog even de hoofdpunten. De Europese top in Brussel is niet gelukt. Groot-Brittannië verzet zich tegen het voorstel om de gemeenschap meer financiële middelen te geven. En in Zuid-Korea heeft president Chun met een televisietoespraak tot het volk een eind gemaakt aan wekenlange betogingen. Chun heeft vrije verkiezingen beloofd en het herstel van de democratie. Einde van het journaal. Bedankt voor het kijken.